Eindelijk was er deze maand een lichtpuntje in de lange leidersweg van SBS6. De frisse wind die de zender hard nodig heeft. Danny Lewinsky. De remake van een Duitse serie over een volkse ex-kapster die advocaat wordt, is fris, vrolijk, vermakelijk en energiek. De reden, de tot nu toe volslagen onbekende hoofdrolspeelster die van alle kranten lof krijgt toegezwaaid voor haar aanstekelijke spel, haar fraaie zangstem en haar vlekkeloze uitspraak van de Poolse taal. Marlijn Weerdenburg is Danny Lewinsky. Ik zweer, beloof, nee, ik zweer. Shit, hé. We zijn advocaten. Kikken! Dit is pas je eerste sollicitatie, hè? De volgende keer is het gewoon raak. Misschien moet je weer gaan knippen. Heb ik daar 5 jaar voor gestudeerd? Ik ben advocaten. Bent u echt maar 1 euro per minuut? Jawel. Dus het is niet ons probleem omdat ze niet Pools is? Ons probleem? Tonio Mojabic, zeje zafje sprovatsa na oni ime. We hebben tegen u allebei een procesverbaal opgemaakt. Hoezo allebei? Ik ben gewoon advocaten. Zij komt er tenminste voor uit dat ze tippelt. Meester Smits. Meester Lewinsky. Wat is dit? Een kopie van een dagvaarding. Dit is ovenpizza. Ovenpizza. Zie jij hier ergens een oven? De vordering zal worden toegewezen. Goed werk, Lewinsky. Respect. Ja, Marlijn, welkom. A Star is Born, zou ik bijna willen zeggen. 2 weken geleden kende u je nog helemaal niet. Er zijn nu 2 afleveringen geweest. Heel veel kijkers. En dat is voor SBS6 echt een ontzettend fijn lichtpuntje in donkere tijden. Goeie kritieken van de heer aan de overkant, onder andere. Mag ik heel simpel vragen? Wat zeg je? We sturen nog een rekening. Mag ik vragen, waar kom je vandaan? Waar was je al die tijd? Onder een steen? Nee. Ik heb wel gewoon gewerkt, maar heel veel theater. En met mijn band, ik heb een duo, Miss Molly en Me. Daar heb ik veel mee opgetreden. Soldaat van Oranje gedaan, een musical. Het eerste jaar. Van alles en nog wat. Heel hard gewerkt, maar niemand heeft het gezien. En hoe kwamen ze dan in dit geval zo goed gecast bij jou uit? Ja, het was een beetje gek. Ik werd in augustus gebeld of ik auditie wilde doen voor Danny. Maar ik mocht geen auditie komen doen, omdat ik een tour had met mijn band. Wij hebben een theatertour gedaan en ik was niet beschikbaar genoeg. Mm-hmm. Dus meteen, helaas, je mag niet op auditie komen. En toen was ik in oktober bij Kemna Casting voor een auditie, voor een commercial. En toen zeiden ze ineens, we hebben nog steeds geen Danny, we gaan over 2 weken draaien. En volgens mij ben jij het. Toen zei ik, ja, maar ik mag niet, want ik ben te druk. Nou, toch even, kom morgen maar even langs. Oké, dus ik heb 10 scènes uit mijn hoofd geleerd. De volgende dag Wil Koopman voor me. De regisseur? Ja, tenminste de creatives. Mm-hmm. De regisseur zit hier achter mij. En dus ik meteen in het diepe gegooid, auditie gedaan. En toen zei ze na 5 minuten, volgens mij ben jij het. Maar ja, we kunnen jou niet nu al meteen aannemen. Dus kom volgende week nog een keer terug. Die week erop nog een keer auditie gedaan. En toen stond ik een week later te draaien. En een paar weken later hing de hele stad vol. Ja, dat is inmiddels... Met posters waarop jij op een plek hebt. Ja, ik weet het. Dat ben ik. Ja, klopt. Ja, met mijn onderbroek op mijn knieën. Ik zie het. Ik vond mijn vader iets minder leuk. Maar ja, het moet spraak maken. Natuurlijk, alles voor de show. Wat wou je zeggen, Hans? Dat is het leuke. Zowel deze poster als bijvoorbeeld zo'n scène waarin de advocaat voor een tippelaarster wordt aangezien. Het is zo on-Amerikaans. De meeste sitcoms, ook de Nederlandse sitcoms die wij zien, zijn bewerkingen van een Amerikaans model. En is allemaal even braaf. Daar zit wel eens iets pikants in. Maar het is eigenlijk altijd gezellig, braaf. En dit is Europees, dit is oorspronkelijk Duits. En je ziet dat het meteen wat meer scherpe kantjes. Mm-hmm. Het is wat meer... Pitterig. Het is meer realisme. Ja. En dat is leuk. En dan sta je tegenover Michiel Romein in een aantal scènes. Ja, te gek. Ja, dat is dat was heel raar, want ik had geen televisieervaring. Dus ik kwam op dag 1 en er stonden mij 15 mensen stonden mij heel vrolijk aan te kijken. Van, nou, we gaan beginnen. Ik zei, jongens, bij actie begin ik. En verder, help me out, want ik heb echt geen idee. Mm-hmm. En dan sta je dus tegenover een Michiel Romein. En dat je denkt, dat is iemand die je gewoon als kind... Mm-hmm. Heb je daarna opgekeken en nog steeds kijk ik naar hem op. Maar op een of andere manier hing daar zo'n goede vibe om dat programma. En heeft iedereen mij er doorheen getrokken. Mm. En ik heb heel veel van hem geleerd. Hij zei alleen maar, ik wil het heel graag goed doen. En hij heeft mij eigenlijk alleen maar beuken uitgedeeld en gezegd, je moet spelen. Wij gaan spelen. Okay. Laat het los. Kijk me aan. We gaan ervoor. Jean-Pierre, waarom is het goed? Ik denk dat het een soort frisheid is. Die je bijna letterlijk in beeld ziet. Het is heel wit, bijna uitgelicht op een of andere manier. Maar ook die frisheid die jij nu beschrijft, van wij gaan spelen en jij bent het, dat zie je als kijker. Leuk. En dat is altijd heel ongrijpbaar bij drama, volgens mij. Maar
Je merkt het op een of andere manier, je voelt het. Een bewuste keuze geweest, want ik heb de Vlaamse serie gezien met Nathalie Meskes in de hoofdrol, een hele goede actrice. Was ik heel erg van onder de indruk. Bij de Vlaamse serie hebben ze iets meer het typematig aangepakt, iets meer richting typetjes. En we hadden eigenlijk al heel snel zoiets van, we willen het eigenlijk iets meer naar het naturel trekken, iets persoonlijker durven te maken, omdat het dan pijnlijker wordt en omdat het dan misschien ook echt grappiger wordt. Dus er zit best wel veel ook, ja, van mezelf in en dat is ook wel kwetsbaar, maar ik vond het ook leuk. Ja, heb ik een Poolse leraar gehad. Ja. Nou, goed hoor. Ja, gewoon doen, hè. Ja. Hoe is de sfeer bij, ja goed, dat gaat ons wat aan, maar goed, de sfeer bij SBS6, daar is het somber, daar lukt heel veel niet. Nou, dat is pijnlijk. En nu, ik geloof dat de eerste aflevering bijna 1 miljoen kijkers had. Uiteindelijk met herhalingen 1,5 miljoen mensen gekeken. Ja. Word je op een witte schimmel door de gangen gereden? Of hoe gaat het daar? Nee, ik ben nog niet gebeld of ik langs wil komen. Nee, ik heb een bos bloemen gekregen en ze bellen me. En ze zijn dolgelukkig natuurlijk. Ja, kan me voorstellen. Ja. Heb jij het gezien, Mark-Marie? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Echt leuk. Het is inderdaad, net wat je zegt, inderdaad. Het is Frits en zij is gewoon heel erg goed. Dus je gaat via jou. Want het is toch heel belangrijk. Volgens mij waren zij natuurlijk hartstikke blij dat je haar gevonden hebt ook. Ook op die manier dat je echt... Zullen we de regisseur even een naam geven? Ik wist helemaal niet dat Sorry, sorry, Mark Willaert. Wie bent u? Ja. Want wat hadden jullie... Ik ben Mark Willaert. Ja, gefeliciteerd met het succes. Dankjewel. Ja. Maar hoe wanhopig waren jullie? Want jullie waren 2 weken voor de eerste shoot en je hadden nog niemand. Ja, nee, dat klopt. Maar er was een soort van keuze gemaakt. En toen John de Mol zelf, die heeft toen eigenlijk nog gezegd van... Nee, het is niet goed, we moeten blijven zoeken. Ja. Ja, en toen kwam Marlijn tevoorschijn. Wat hadden jullie in je hoofd? Wat voor type? Kate Winslet, de jonge Ricky Cohen? Nee hoor, we zochten wel naar Bridget Jones. Jonge Ricky Cohen, dat is leuk voor ik. Nee, we zochten een soort Bridget Jones-achtige losheid en menselijkheid. En een soort volheid ook. Ja, maar één ding is vreselijk. Eén ding is vreselijk. Sorry. Sonja heeft het gevonden. Eén ding is vreselijk. Eén ding is vreselijk. Ik heb weer wat. Ja. Nee, maar ik zat te kijken. Ik vind het enig. Ik vind jou ook heel erg leuk. Maar, lekkere stem. Neem door. Ja. Nee, niet maar. Nee, niet maar. En dan zit je er helemaal in en dan komt er 8 minuten of 9 reclame. Ja. Dat is de commerciële televisie. Dat is echt dat gaat niet veranderen, Sonja. Echt de dood in de pot. Die blokken worden alleen maar groter met dit succes. Ik zal het even over het minder kan. Ik kan straks even uitlaten. Ja, geef het door, zeg dat Sonja het niet wil. Dat doet Sonja wil het niet meer, we halen die reclame. Oké, dankjewel. De kick! Zit ik altijd klaar, dan staat de televisie aan. Een nieuw gezicht op SBS en Marlijn, dat is haar naam. Wauw! Ze hebben het, ja echt wel, ze hebben het. Dat spontane, al die frisheid. Ik zie Jan Berger en Hans Beren.